Zaterdag 29 november om 12 uur 's middags wordt in Alkmaar een van de grootste Beatles museums ter wereld geopend. BTV nam alvast een kijkje in het nieuwe onderkomen van het museum aan de Noorderkade. De opening wordt verricht door maar liefst 3 burgemeesters. Dat zijn de burgemeesters van Hillegom, Blokker en Alkmaar. De eerste 2 zijn de burgemeesters van de plaatsen waar de Beatles 50 jaar geleden hebben opgetreden. Na de opening zullen er optredens plaatsvinden van diverse live acts, waaronder de band Rubber Soul. Ook zullen de hele dag diverse auteurs hun Beatles-boeken komen signeren en vindt ook de presentatie van het allereerste Beatles-boek in de Friese taal plaats. Het Beatles Museum in Alkmaar laat de Azing Moltmaker Beatles collectie zien. Een verzameling waar eigenaar Azing Moltmaker al ruim 40 jaar aan gewerkt heeft. De oude behuizing van het Beatles Museum werd te klein en daarom is er nu uitgebreid. Yeah!